heel interessant. Dat was iemand die is een vrachtwagenchauffeur. En die gebruikte de hele dag de TomTom. En die was eigenlijk wel benieuwd, ja, wat doet dat met mijn hersenen? Heb ik daar last van of een voordeel van? Nou, voor deze vraag kunnen we gaan kijken naar het resultaatstukje van de weg vinden. We hebben de weg gevonden. En dat kan met iets wat wij noemen een mentale plattegrond. In meer of mindere mate maken wij die altijd als wij de weg vinden. Als ik u bijvoorbeeld nu vraag, weet u waar de ingang van dit gebouw is? Kunt u daarnaar wijzen? Oh, dat gaat, ik zie wat verschillen, maar het gaat redelijk die kant op. Dus dat klopt, gelukkig. Nou, om die beslissing te maken, gebruiken wij een mentale weergave van deze ruimte. En bij de ene zal die wat complexer zijn dan bij de andere. Maar dat is wat wij noemen een mentale plattegrond. En eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat je een TomTom gebruikt, verlies je de noodzaak om zo'n plattegrond te maken in je hoofd. Kijk, hier zien we een voorbeeld van iemand die zijn huis tekent en zegt, nou, daar is mijn werk. Daar kom ik een heel groot kruispunt tegen en mijn vriend die woont daar. En het park is daar. Dus het is heel simpel. Het zal ook absoluut niet accuraat zijn, maar het levert wel de noodzakelijke informatie om je weg te kunnen vinden. Dus in het dagelijks leven is dat hartstikke nuttig. Op het moment dat je die TomTom hebt, ja, die vertelt gewoon, over zoveel meter moet je naar rechts. En dan ben je er, je hoeft verder nergens over na te denken. Dus het is veel simpeler, het helpt ons. En als we nou naar de hersenen gaan kijken, dan zien we dat we eigenlijk een structuur in de hersenen hebben die die TomTom-functie eigenlijk voor ons vervult. En dat is de hippocampus. Die ziet u hier in het rood, dat kleine hoefijzervormige structuur. En hier ziet u hem in 3D. En dan ziet u dat we hem een linker- en een rechterzijde hebben. Dat die eigenlijk best groot is. En hoe weten we nou dat die hippocampus dat doet? Daar is heel bekend onderzoek naar gedaan. Heeft u misschien wel eens van gehoord. En dat was bij taxichauffeurs in Londen. Dat is een hele bijzondere groep mensen, want om dat beroep uit te mogen oefenen in Londen, moet je iedere straat in Londen uit je hoofd kennen. Dus gemiddeld zijn deze mensen wel 2 jaar bezig om die plattegrond uit hun hoofd te leren. Om een indruk te geven, die is zo complex. En je moet daar echt een examen voor afleggen, ontzettend lang cursus voor volgen. En dan krijg je uiteindelijk, als dat goed gaat, als je alle weggetjes kunt vinden, een certificaat. U mag taxichauffeur zijn in Londen. Dus er waren onderzoekers in Londen die dachten, nou, daar moeten we iets mee doen met die mensen. Want dat is ontzettend interessant. Die hebben zulke extreme expertise. Nou, dan zijn ze naar die taxichauffeurs gaan kijken. En wat vonden ze? Precies die hippocampus bij deze taxichauffeurs was veel groter dan bij mensen die geen taxichauffeur waren. En ze gingen ze ook vergelijken met een groep buschauffeurs, die dus ook veel in die stad rijden. Dus dan kun je kunt controleren voor het weggebruik en blootstellen aan die stad. Maar die buschauffeurs, die moeten altijd dezelfde haltes af. Die hoeven nooit te improviseren, die hoeven eigenlijk ook niet alle wegen te kennen. En hun hippocampus was dus ook veel groter dan die van de buschauffeurs. En bovendien vonden ze ook nog dat hoe lang iemand taxichauffeur was, 1 jaar, 10 jaar, 20 jaar, dat dat ook nog uitmaakte voor hoe groot het was. Dus hoe langer je die expertise opbouwt, hoe groter de hippocampus wordt en hoe beter die dan werkt. En niet bij die buschauffeurs. En eigenlijk berust dit op het hele basale principe dat oefening baart kunst. En dat zien we in de hersenen heel vaak. Ervaring maakt dat je expertise op kunt bouwen in verschillende gebieden. Bijvoorbeeld in je beroep. Zo is er een heel grappig voorbeeld van een schaapherder. Wij mensen hebben een heel specifiek gebied om gezichten te herkennen. Want daar zijn we ontzettend goed in. Dat is heel belangrijk in ons dagelijks leven. En deze schaapherder die was zoveel met die schapen bezig dat hij een schaapgezichtgebied in zijn hersenen kreeg. Dat hij als een schaap uit elkaar kon houden. En we zien dat bijvoorbeeld ook bij groepen mensen waarbij hersengebieden wat minder worden gebruikt, zoals blinden. Daar nemen andere gebieden die ruimte op. Dus daar is plasticiteit, flexibiliteit in het brein.
Al naar gelang wat je doet, worden die hersengebieden groter of kleiner. En dat is ook iets wat wij gebruiken bij behandeling naar hersenschade. We trainen mensen, we laten ze oefeningen doen, vaardigheden ontwikkelen en zien dat ook dat brein daarop reageert op dezelfde manier. Dus een antwoord op die vraag, de TomTom maakt lui, is tot op zekere hoogte waar. Want er is ook gevonden dat wanneer die taxichauffeurs met die enorme expertise met pensioen gaan en denken, nou, ik laat die taxi lekker staan, ik ga met de metro, dat die grote hippocampus niet meer nodig is en dat dat volume ook weer afneemt. Dus het gaat beide kanten op. Maar ik zou ook willen zeggen dat het toch nog wel ook een voordeel is met die TomTom. Want wat die ons dwingt om te doen, is op dat schermpje te kijken en daar zie je al die wegen. Dat is eigenlijk een hele abstracte weergave van de wereld, ook een beetje schuin bovenaf. En wat je met die TomTom dus doet, is wat jij in de echte wereld ziet, continu heen en weer vertalen naar wat je op dat scherm ziet. Dus het is eigenlijk ook een ander soort vaardigheid. Dus je wordt beter in het matchen van zo'n plattegrond met de daadwerkelijke wereld. Dus het is niet alleen maar nadelig. En zeker met hoeveel mensen tegenwoordig zich verplaatsen en naar nieuwe plekken gaan, heeft het absoluut voordelen. Ik laat je anders kijken. Dus het is niet alleen maar een probleem. Om deze even af te sluiten, ook met een tip. Probeer hem wel eens af en toe uit te zetten. En van tevoren eens te bedenken, oh ja, hoe ziet het er ook weer uit en waar ga ik nou naartoe? En daarbij kun je je bewust zijn van hoe je omgeving zich tot elkaar verhoudt. Je kunt bijvoorbeeld even bedenken, ja, welke windrichting ga ik eigenlijk op? Is dat naar het noorden of naar het westen? En welke plaatsen zou ik onderweg ongeveer tegenkomen? En lees eens iets meer de plaatsnaamborden langs de weg. Om het wel een beetje te blijven prikkelen.